overheid is bezig een project voor te bereiden waarbij sociaal zwakkeren melk kunnen kopen tegen een sociale prijs. Een belangrijke voorwaarde om dit project te realiseren is een correcte lijst van de doelgroep, zegt minister Pralaat Seudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman verwacht de lijst te ontvangen van zijn collega van Sociale Zaken. Ik moet alleen maar te horen krijgen van de minister van Sociale Zaken. Zoveel moet je voor mij produceren tegen een, laat maar zeggen, sociale prijs voor de sociaal zwakkeren. En de rest wil ik gaan liberaliseren om dan marktconform te produceren. Waarmee ik dan met die extra inkomsten de boeren zou kunnen compenseren. De LVV-minister zegt dat de regering daarnaast via het bureau eenheid van het kabinet van de president elke week bakoven verstrekt aan scholen en tehuizen voor seniorenburgers. Er is nu in voorbereiding een project waarbij de visverwerkingsbedrijven wat vis aan het doneren zijn. Dat wordt ook via bureau eenheid dan gedistribueerd, maar dat is nu in de finale fase. We kunnen anytime beginnen daarmee. Dat zijn de twee zaken dat ik vanuit de agrarische sector zou kunnen doen voor nu. Minister Pralaat Seudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij zegt dat het bestand van sociale zaken eerst opgeschoond zal worden, alvorens de lijst voor het project Melk voor Sociaal Zwakkeren wordt opgesteld.